Marnix de Kortenaar, een voormalig lid van de Jong Oranjeploeg, moet het in zijn 10 kilometer opnemen tegen de titelverdediger van de Nederlandse allround mannen, Ben van den Burg. Maar de kans dat Ben van den Burg net als vorig jaar Nederlands kampioen wordt, is buitengewoon gering. Hij staat na 3 afstanden derde in het klassement en zijn achterstand op de leider Leo Visser is ruim 20 seconden op deze 10 kilometer. En daartussen zit dan ook nog Bart Veldkamp. En de kansen voor Ben om derde te blijven, die moeten we dan afwegen tegenover de positie van Thomas Bos. En ook dan ziet het er voor Ben wel goed uit, want hij mag ruim 23 seconden verspelen op de 10 kilometer tijd van Thomas. Met andere woorden, als Ben op 14.42 finisht, en dat moet nog kunnen zou je zeggen, dan blijft hij in ieder geval derde in het klassement van dit Nederlands kampioenschap. Marnix de Kortenaar staat op de 9e plaats na 3 afstanden. Kortenaar blijft lekker in de buurt. Ook als we naar de 2400 meter lijn gaan. 36-1 is de ronde voor Van den Burg. 3.41.08 is een tussentijd. Dikke seconde langzamer dan Bos. Marnix de Kortenaar komt uit Zoetermeer. Allebei zijn het dus Zuid-Hollanders. Lemen op. Maar ten korte naar kruis wel voorlangs. Ben is lekker bezig. Gaat op weg nu naar de 6000 meter. Dan zit nog altijd prima ten opzichte van het schema van de snelste man tot nu toe. Dat is Thomas Bos, zoals u weet. Ik kijk toch ook weer even naar die 36-2 van ten Kortenaar, die weer dichterbij komt. 9.09.53 voor Van den Burg. Is anderhalve seconde sneller dan Thomas Bos. Marnix de Kortenaar die gecoacht wordt door de vader van Bart Veldkamp. Die trainer is van de Zuid-Hollandse selectie. Die vorig jaar nog meedeed op het wereldkampioenschap voor de junioren, maar die vierde werd. 2 jaar geleden werd hij daar tweede trouwens. 6400 meter. Knap hoor, die ten Kortenaar weer een tiende ingelopen. 9.45.33 voor Van den Burg. Dat is ruim 2,5 seconden nu sneller dan Thomas Bos. Zo slepen deze kerels elkaar mee naar een goede tijd. Want Van den Burg slaat er niet in om zich echt van ten Kortenaar te ontdoen. Ten Kortenaar met voorsprong uit de buitenbocht. 7600 meter. 37-3 en 38-8 voor Ben. Ja, die zak weg. 11.36.19 is nu de leidende tijd voor Marnix ten Kortenaar. En dat is toch altijd dik 4,5 seconden sneller dan de tijd van Thomas Bos. En u ziet daar ook de aanmoedigingen van Krook en Koops. En Ben gaat knokken, dat zie je. Het ritme omhoog. Die geeft het niet op. Hij zal ook moeten knokken, want ten Kortenaar laat ook niet af. En behoudt zijn voorsprong van een metertje of 10. Acht kilometer tijd. Kijk eens even wat ten Kortenaar doet. 12.14.36. Ruim 3 seconden nog sneller dan Thomas Bos. Verschil wat kleiner. En moet Ben nu... Zoetermeer. Die zich in Japan is een eentje trainend heeft voorbereid op dit nationaal kampioenschap. Andere voorbereiding dan ooit tevoren. En hier is een 37-3 voor hem. Tegen een 37-6 voor de terugknokkende Ben van den Burg. 13-29-85 is minder dan een seconde nog sneller dan dan Thomas Bos. 18e van een seconde om precies te zijn. Nog één keer zet Van den Burg aan daarachter. Wetende dat hij straks de laatste binnenbocht heeft. 37-5 van de korte lijn. Kijk, kijk, kijk. Ja, ja, 36-6. Hier kon het aanzien komen. 14-44-98 is nu langzamer inderdaad dan Thomas Bos. Maar ach, dat is niet zo vreselijk belangrijk. Het gaat om dit gevecht tussen deze twee kerels. Marnix ten Kortenaar, ex-Jong Oranje en toen tussen de wallen het schip gevallen.
en Ben van der Burg, de titelverdediger en de man uit de kernploeg van Abkroog. Die nu met de laatste binnenbocht en het allerlaatste krachtinspanning moet proberen nog naast den Kortenaar te komen. Dat lukt net niet, maar het verschil blijft miniem. Van der Burg heeft geknokt voor wat hij waard was. Den Kortenaar ook. En die had net iets meer in huis dan de man uit de kernploeg. En de vreugde is groot bij den Kortenaar. 15-22-36, de tweede tijd op dit moment. Tegen de 15-23-61 voor Ben van der Burg, de derde tijd op dit moment. Maar de vreugde is groot bij Marnix den Kortenaar. En de desillusie even zo groot, denk ik, bij Ben van der Burg. En kijk eens, de vuist wordt gebald door Marnix den Kortenaar. Komt daarbij de vader van Bart Veldkamp uit. Dat is zijn coach. En daar staan de andere coaches die natuurlijk allemaal Marnix den Kortenaar complimenteren met deze uitstekende prestatie. In een rechtstreekse confrontatie verslaat hij de man die zijn titel is kwijtgeraakt op het ijs van Alkmaar, Ben van der Burg.